Hallo kijkers van de Shine Sprites. Welkom bij een gloednieuwe aflevering van Eredivisie Voorspellen. In deze aflevering gaan we kijken wat er is gebeurd in speelronde 4 van de Eredivisie. En in het laatste Europa League duel voor PSV voordat de groepsfase van de Europa League begint. Er was nog een heel klein beetje de afwachten of deze video zou gaan komen. Omdat ik nogal internetproblemen had dit weekend. Maar gelukkig is het allemaal goed gekomen. Mocht je dat soort dingen willen weten, zeg maar, join onze Discord. Dan kun je dat in ieder geval op tijd weten. Dan weet je ook waarom er eventueel een keer geen video is of als het niet op tijd is. We hebben in diezelfde Discord ook veel over voetbal gepraat dit weekend. Over de blamage van AZ die 4-0 voor staat en dan 4-4 speelt tegen Sparta. Maar goed, laten we daar niet al te veel in gaan duiken. Laten we eerst eens gaan kijken wat PSV heeft gedaan voor de Europa League. PSV heeft met 2-0 gewonnen van Rosenborg. Wat betekent dat ze door zijn naar de Europa League, naar de groepsfase. Er is ook al geloot afgelopen week, dus PSV heeft best wel een gunstige loting. AZ en Feyenoord hebben een stuk moeilijkere loting, maar ja, ik hoop dat PSV voor Nederland in ieder geval ver gaat komen. Dit is de Eredivisie speelronde 4, de uitslagen. FC Utrecht Heerenveen werd 1-1. Vitesse won met 3-0 van Heracles. RKC PEC was afgelast omdat er 4 coronagevallen waren bij RKC, dus vandaar. VVV ADO werd 1-2. FC Twente FC Emmen werd 1-1. FC Groningen won met 1-0 van Ajax. Sparta AZ werd 4-4, laten we daar niet al te lang bij stilstaan. Willem 2, Feyenoord werd 1-4 en PSV tegen Fortuna werd 2-0. Dan gaan we naar de ranglijst van de Eredivisie. Feyenoord en PSV en Heerenveen hebben 10 punten en staan daarmee bovenaan. Vitesse en Ajax hebben 9 punten. FC Twente staat 6e met 8 punten. FC Groningen staat 7e met 6 punten. FC Utrecht staat 8e met 5 punten. PEC Zwolle, VVV, Willem II en Heracles hebben 4 punten. AZ en ADO hebben 3 punten. FC Emmen staat 15e met 2 punten. Fortuna en Sparta hebben 1 punt en RKC staat onderaan met 0 punten. PEC Zwolle, RKC, FC Utrecht en AZ hebben nog een wedstrijd te goed. Dan gaan we naar de voorspellers. Top 7 deze keer, omdat er weer meerdere mensen achter zijn geworden. En dan wordt het een heel lang lijstje, dus daarom dat ik dat niet heb gedaan. Mikey en Tijn staan gedeeld eerste met 32 punten. Dan komt op de nummer 3 Jurgen met 31 punten. Novio Magen staat vierde samen met Gerben. Ze hebben allebei 30 punten. En Dilano en Jarno staan zesde met 29 punten. Als het goed is, heb ik het linkje in de beschrijving gedaan naar de volledige stand voor iedereen die hier niet tussen staat. Onder andere ikzelf. De weekwinnaars, zoals jullie boven mij zien, zijn Jarno Smit en Colino. Die hebben allebei de meeste punten gehaald. Trouwens, waren maar 7 punten. We hebben het allemaal heel slecht gedaan. Dat is waar het op neerkomt. Dan zijn dit de wedstrijden die we gaan voorspellen. Het is een interland weekend. 3 interlands maar liefst voor het Nederlands elftal. Nederland moet een oefenwedstrijd thuis spelen tegen Mexico aanstaande woensdag. Dan hebben we zondag de Nations League wedstrijd tegen Bosnië en Herzegovina. En dan hebben we de woensdag daarna een Nations League wedstrijd van Italië tegen Nederland. Dan gaan we naar de speelronde 5 van de Eredivisie die we gaan voorspellen. Ajax begint het weekend thuis tegen Heerenveen. Dan komt Heracles tegen RKC. Willem II moet thuis tegen FC Twente. AZ ontvangt VVV. Feyenoord moet tegen Sparta, een Rotterdamse derby. ADO ontvangt Vitesse. FC Emmen moet thuis tegen Fortuna. FC Groningen moet tegen FC Utrecht. En PEC Zwolle tegen PSV. Ik wil u bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. En ik zie u heel graag de volgende keer weer. Adios, amigos.